Alex Pastoor, was dit de meest nuttige oefenwedstrijd van de drie tot nu toe? Nou, alle oefenwedstrijden hebben natuurlijk een bepaald nut in zich. Qua moeilijkheidsfactor? Ja, nee, dit niveau was natuurlijk iets hoger dan waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben. Alhoewel dat in de tweede helft ook nog wel redelijk twijfelachtig was. Dan ben je natuurlijk altijd bang voor blessures. Zeker als je weet dat Janne Sakselaar eerder dit jaar of eerder deze voorbereiding uitviel. Dumfries zagen we op een gegeven moment naar de grond gaan en echt ook uit het veld gaan. Is er iets met hem aan de hand of valt het allemaal reuze mee? Nou, in de rust zei hij dat hij er weer in kon. Dus ik weet niet wat de medische staf met hem gedaan heeft. Wij hielden het op de bank op een behoorlijke zetpil. Want hij ging daarna weer als de brandweer. Maar ik kan me voorstellen dat je even schrok. Nou, ik had het zelf niet gezien, omdat ik net tegen iemand wat riep. Maar hij heeft een knietje in zijn bovenbeen gehad. En dat is, dat is niet heel prettig. Maar daarna kon hij door. Je kreeg natuurlijk gisteren het vervelende nieuws wat je al verwacht had. Dat Sakselaar er lang uit zou zijn. Heb je al een plan de campagne bedacht? Voor die positie bedoel je? Nou ja, daar heb je vandaag al een van de mogelijkheden voor gezien. Sherlock kan in die trambaan spelen en dat kan Denzel ook. En we kunnen natuurlijk prima met de verdediging van vorig jaar spelen, want die staat ook nog overeind. Je had ook van tevoren gezegd van Roy Kortsmit zou wel eens zijn eerste minuten kunnen gaan maken. Ik heb het nog niet gezien. Is het dus tegengevallen die trainingen of is er echt interesse voor hem? Nee hoor, hij heeft wat last van dat littekenweefsel wat na die operatie daar zit. Dat betekent eigenlijk dat elke keer dat hij valt of in aanraking komt met een bal of een schoen, dat nog heel erg zeer doet. En hij heeft in overleg met de medische staf besloten om deze nog even over te slaan. En, dat is de enige reden. Dan was je nieuwe Duitse verdediger Chabot was er ook bij, nog niet in actie komen, want hij heeft een kleine blessure opgelopen, begreep ik, bij het EK onder 19. Hij heeft bij het EK een blessure opgelopen. Nou, in ieder geval dusdanig dat ze gezegd hebben, dan nemen we geen risico mee met jonge jongens. Dus, valt allemaal mee? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.